Kijkers Botlek TV, wederom hartelijk welkom hier in het atelier aan de Spuistraat in Spijkenisse, waar we bezig zijn met de making of Max. U weet er inmiddels alles van en mocht het zo zijn dat u met deel 6 pas voor de allereerste keer kijkt, kijk dan ook even naar deel 1. Daar staat alles in waarom wij hier door Tineke Nussing, de beeldhouwer, een prachtige liggende herdershond maken die ons moet herinneren aan een verschrikkelijke, pijnlijke periode in de geschiedenis. Want op 28 oktober 1942 werd de familie Levy weggevoerd hier uit Spijkenisse en is nooit meer teruggekomen. Wie bleef? Dat was Max. De hond die wachtte op zijn baasjes. Een herdershond die niet hoefde worden te vergast. De mensen wel. Naast mij staat, behalve Bud Spencer en Terence Hill, staat ook Debbie van der Ban. En waarom staat Debbie van der Ban hier? Nou, zij is van Kinologisch Nederland. En op haar gebied is zij een expert. Ze traint honden met gedragstherapie en dergelijke. Daar zal ze zelf al iets over vertellen. En we hebben Debbie gevraagd om aan Tineke ook nog wat adviezen mee te geven met betrekking tot de bouw van de hond. Want de honden van nu zijn duidelijk anders als de honden van toen. We hebben inmiddels al 2 modellen hier gehad. Vorige keer was dat Jansen. Ja, wie noemt zijn hond Jansen? Maar roept die naam aan het strand en Jansen komt eraan. Dat is 1 ding wat zeker is. En Lex. Ook een prachtig hond waar eigenlijk de miniatuur die u verschillende keren heeft gezien en die we nog wel een keer in beeld brengen, op is gebaseerd. En met meerdere, zeg maar, modellen van Max komen uiteindelijk tot misschien wel de perfecte hond die straks in de Voorstraat 14 aan ligt. Hallo Debbie. Hi. Ik heb je al even voorgesteld. Ja. Maar vertel eens even iets meer van jezelf. Ja, mijn naam is Debbie van der Ban. Ik heb een hondengedragscentrum in Hellevoetsluis. Samen met mijn vriend en met heel veel mensen die me daarbij helpen. Want in mijn eentje kan dat echt niet, omdat we echt een grote hondenschool hebben. Ik vind eigenlijk alles wat met honden te maken heeft, vind ik interessant. Dus toen ik hoorde over dit project, ja, dan wil ik uiteraard wel meehelpen. Dus vandaar dat ik eigenlijk hier sta. Ja, je hebt al wat adviezen gegeven en uiteindelijk proberen we de perfecte Max te maken, als het ware. Nou is het niet zo dat Max volledig hoeft te lijken op de Max uit 1942, maar bij benadering. En ja, jij hebt al heel veel mensen met honden en met name ook herdershonden, heb jij binnen jouw school gehad. Ja, zeker. Maar we hebben het inderdaad ook net eventjes gehad over de bouw van de herder van toen en de bouw van de Duitse herder van nu. Ik denk dat een hoop mensen het met mij eens zijn dat de Duitse herder van nu helaas niet meer is zoals de Duitse herder van toen. Want het was een mooie rechterrug, wat slanker, wat ranker, wat steviger in qua botstructuur. Ze waren eigenlijk wat sterker dan dat ze nu zijn. Ze zijn er wel weer goed mee bezig, gelukkig, omdat er toch wel een hoop regels zijn gekomen met meerdere rassen, waaronder ook de Duitse herder. Maar die rug moet weer recht en ze moet weer wat slanker, zodat ze wat ouder gaan worden weer. Dus dat is eigenlijk een beetje de Max, de Duitse herder van toen. Dus dan hebben we het over inderdaad 30, 40 jaren van 1930, 1940. Ja, dat zijn echt hele slanke honden. Dus die lijken eigenlijk meer op een Mechelaar van nu dan op de Duitse herder van nu. Dus je kunt niet echt voorbeelden vinden van de Duitse herder van nu om die hier neer te leggen van, nou, zo zal Max er wel uitzien. Want ja, die was eigenlijk toch ranker. Ja, Max is het symbool. Ja. Symbool straks in de Voorstraat voor een ieder die gevoel heeft bij het onderwerp. En het onderwerp heb ik ook net genoemd. Ja. Niet alleen de 5 mensen die uit Spijkenisse zijn weggevoerd, maar alle 45 Joodse mensen van het eiland Voorne-Putten. Van Spijkenisse tot Hellevoetsluis, Zuidland, Heenvliet enzovoort enzovoort. Ja. En misschien wel voor, en dat klinkt pretentieus, maar ik meen het wel, 102.000 mensen die uit Nederland zijn afgevoerd. Ja, ja. Want wat bleef erachter? In dit geval een hond, ja. Maar soms ook andere familieleden, vriendjes, vriendinnetjes van kinderen die ineens een lege plek hadden in de klas, enzovoort, enzovoort. We mogen het nooit meer vergeten, hebben we gezegd. Ja, en op dit moment is er van alles aan de hand. Ik wou net zeggen, ja. Dus helaas, Max is actueler als ooit. Jij kent mensen binnen jouw omgeving en je hebt er net al gezegd, spontaan, ik denk wel dat ik iemand weet die hier met zijn hond naartoe wil komen. Die na Lex en na Jansen
model wil gaan liggen. Ja. En misschien komen er nog wel 2 of 3. Maar ja, dat we uiteindelijk een mix maken. Een mix van maxen. Ja, precies. Om tot een goede max te komen natuurlijk. En wat je al zegt, hij hoeft niet helemaal op max te lijken. Want dat is niet te doen. Er is maar 1 max natuurlijk. Wij hebben hele leuke cursisten. Dus ik weet zeker als ik vertel waarom hun hond het model mag staan. Ja, dan lijkt mij alleen maar logisch dat ze mee willen werken aan zoiets moois. Zie je het eigenlijk nog wel zo zitten? Ja, kijk, ik kan nu nog alle kanten uit. Als ik dadelijk aan het boetseren ben, dan kan ik er niet zo heel veel meer aan gaan veranderen. Maar ik kan nu nog alle kanten uit. En ik heb liever dat deze basis dadelijk helemaal goed is, als dat ik halverwege nog correcties aan moet gaan brengen. Want ja, dan heb ik ook al die korreltjes in mijn Model E. Ja, nou, heel veel mensen kennen jou inmiddels, als ze je al niet wisten te vinden, via Facebook en internet. Bekend inmiddels ook van allerlei andere kunstwerken. De kip hier in Spijkenisse, in de kinderboerderij, maar ook schapen van brons, kleinwerk, grootwerk, Lam Gods in Den Haag in een Rooms-Katholieke kerk. En natuurlijk de Nooit meer Auschwitz Award, noemen we het maar eventjes voor het gemak. Dit is toch wel even iets anders. Misschien niet het proces, maar wel hoe je ermee bezig bent, kan ik me voorstellen. Hoe bedoel je dat het anders is? Nou, ik kan me zo voorstellen dat dit, omdat het toch wel behoorlijk massaal is, met eigenlijk levende beesten als model, dat je dan daarin op moet inspelen. Ja, maar nou, ik heb wel in mijn leven heel veel hondenbeelden gemaakt en ook koppen van honden. Dus ik ben wel iets gewend, hoor, wat levende honden betreft. Dus je zou ook zomaar een borstbeeld kunnen maken van de man achter de camera, van Roel? Ja, zou zomaar kunnen. Nou, wie weet wordt dat de volgende opdracht. Goed, nou, we gaan nog even terug naar Debbie. Jij hebt is het nou een hondenschool, hondentrainingscentrum? Ja, we noemen het zelf een hondengedragscentrum. Dus wij trainen de mensen zelf om met hun hond te trainen. Maar er komen ook mensen naar ons toe met probleemhonden. Of in elk geval dat ze een probleem hebben met hun hond. En daar helpen we ook bij. Ik hoor je zeggen, mensen die problemen hebben met een hond, is niet eerder andersom. Dat een hond problemen heeft met het baasje. Ja, maar dat is het dus. Is het nou een probleemhond? Of hebben de mensen problemen met hun hond? Ja. Dus dat is een beetje een dingetje natuurlijk. En er zijn echt, ik vind het altijd een beetje jammer. Er wordt heel vaak gezegd dat het ligt altijd aan jezelf als je hond problemen heeft. Maar dat is echt onzin. Alle honden hebben bepaalde karaktertrekken. En de ene is ontzettend makkelijk om mee om te gaan. En de ander is wat minder makkelijk. Maar het is niet altijd van, ja, maar die hond is niet leuk omdat jij het niet goed hebt gedaan. Dat is echt onzin. Ja. Nou, heb jij jouw trainingscentrum op een bijzondere plek? Ja. Je heet Van de Ban. Ja. Nou, is dat toeval dat er ook daar een park is? Hoe heet dat park? Dat is Historyland inderdaad, van mijn vader. En vandaar ook, ja, ik zei het ook gelijk al. Van ik heb natuurlijk, mijn vader is historicus en wij weten niet beter. Geschiedenis is heel erg belangrijk. Dus wij werken graag mee aan geschiedenis. En dan is bij mijn vader inderdaad de Tweede Wereldoorlog ook wel een onderwerp waar die heel veel van weet en waar hij heel veel over vertelt ook. Dus ik weet zeker dat hij dit heel leuk vindt. Nou, leuk is natuurlijk een raar woord, maar ja, wel iets moois vindt ook, ja. Wat wij in ieder geval niet gaan doen, is Max in de ban doen. Absoluut niet. Max, het symbool, straks hier in Spijkenisse. We praten nog even door met de beeldhouwer, Tineke Nussink. Tineke, we hebben Debbie net gehoord. Extra werk voor jou aan de winkel. Ja, er moet nog wat vanaf. Ja, bij mij ook. Maar dat is ook een zware bevalling. Maar bij Max nog wat eraf halen. Dat is keihard werken. Want we hebben het over piepschuin al door. Maar het is keihard spul. Hè? Dus je bent flink aan het schaven dan. Ja, het is een hoge persing. En kijk, de piepschuim die de mensen dan kennen, dat is erg bros. En dat brokkelt en dat korrelt. Maar dit is ja, gewoon een zware kwaliteit. Wordt ook gebruikt voor funderingen. Dus. Ja, nou, dat is ook eigenlijk een beetje de fundering van Max. Want hier overheen moet jij uiteindelijk gaan boetseren. De was eroverheen doen. Maar ja, voordat het zover is, dan komt er dadelijk een nieuw model. Debbie gaat daarvoor zorgen. Vanuit haar club uit Hellevoetsluis. Komt hier nummer 3, hè? Na Lex en Jansen komt dan
Ja, ik weet niet hoe de Niemand. Mr. X, ja, inderdaad. Als model en misschien daarna nog wel een paar.